Ja, hoe reageerden ze erop? Ja, heel enthousiast. Ja, vonden ze leuk, tuurlijk. Ja. En sowieso dat ze dan gewoon lekker mogen rondlopen onder schooltijd. Dat is natuurlijk al een plus. Maar ik vond het wel heel leuk. Ik vertelde het aan de kinderen en toen zeiden wat kinderen gelijk van... Oh, maar juf, dat hebben wij zelf een paar weken terug al gedaan in een groepje. Hadden ze zelf al appel verzameld. Dat was wel heel leuk. Ja, je ziet dat steeds meer wel, gelukkig. Dat kinderen zelf toch inderdaad ook nadenken van... Hé, maar dit hoort gewoon niet in de natuur. Dat is wel mooi om te zien. Ja. Ja. De kinderen van de Morgenster uit Wierden kwamen gisteren in actie voor een schone schoolomgeving. Ze doen mee aan de World Cleanup Day. De grootste wereldwijde opruimactie van het jaar waar ruim 180 landen aan meedoen. Ze zijn erg actief. Er zijn twee scholen nu vandaag afval aan het inzamelen. En je merkt gewoon dat kinderen bewust kijken van wat moet waarin. Hoe ga je afval scheiden? In welke bak moet het in? Dus dat, ik verwacht wel dat het een succes wordt. Ja, hoe het idee ontstond. Het was eigenlijk meer dat we kregen een mailtje van de gemeente. En daar stond in dat het een nationale World Cleanup Day was. En dat we dat dan als scholen woensdag konden houden. En eigenlijk vonden we het wel een heel goed idee. Gewoon om de kinderen bewust te maken van het milieu en al dat soort dingen. Ja, we willen graag bereiken dat de kinderen zelf ook heel bewust worden van wat gooien we weg en wat laten we in de natuur zomaar achter. Dat ook echt, dat ze dat zelf ook gaan doen van we ruimen gewoon alles op. We gooien het niet weg, maar we ruimen het zelf op. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen op een vroege leeftijd, op een jonge leeftijd, bewust worden van het afval inzamelen. Dus ja, vandaar dat ik hier graag tijd voor vrij maak. Ja, eigenlijk hoefden we niks te regelen zelf. Nee, we hoefden niks te regelen. De gemeente kwam het allemaal aanleveren. En dus de plastic zakken en de prikkers. En we hadden ze op school dus ook prikkers, die hebben we nu ook meegenomen. Ja, dat was precies genoeg. Ja. Eigenlijk wel heel fijn. Wat vinden jullie van het opruimen? Leuk. Leuk. En waarom vinden jullie dat zo leuk? Dan helpen we de dieren een beetje. En dat is beter voor het milieu. Leuk. Ja, wel leuk. Wat vinden jullie zo leuk aan? Omdat het goed is voor het milieu. Ja. Dan gaan ze niet dood. Gaan dood door het plastic. Ja. En hoe komt het dan? Omdat ze dat plastic opeten. Ja. En dan blijft het vastzitten. En het kan ook in het nestje komen. En gaan jullie vanaf nu vaker opruimen? Dat denk ik wel. Ik heb wel eens eerder opgeruimd in mijn wijk, samen met mijn zus. Maar voor de rest weet ik het niet. En jij? Ik denk op school misschien, maar denk het niet. En gooien jullie vanaf nu altijd je rotzooi in de prullenbak? Denk het wel. Ik denk het ook wel. Ja, denk wel wat vaker, maar niet denk ik echt altijd. Maar wel wat vaker. Hoi.